daar heb ik dus een verantwoordelijkheid voor. Net zoals ik een verantwoordelijkheid heb, ik ben een vlieger. Niet zelf, maar ik vlieg wel graag mee als de piloot toch opstijgt. En dat heeft daarmee vliegt toch, ja. Heb ik ook verantwoordelijkheden, natuurlijk. Ja. En, nou ja, goed. Maar pak je die ook? Nou ja, dat is de vraag. Ik pak ze, maar hoe pak ik ze nou eigenlijk? Want ik kan wel zeggen, ja, weet je, ik heb makkelijk praten, ik heb geen kinderen. Dat is dus al één zegen. Want dan kun je al zeggen, dat scheelt al. Dat is een zegen? Mijn, nou ja, sowieso. Maar, maar zeker als het gaat over je footprint, bijvoorbeeld. Ik woon in een gastloos huis. Kan ik allemaal aanhalen. En in de mensen die een beetje in mijn omgeving zitten, die wel kinderen hebben of wat, die zeggen weer, ik heb een elektrische auto, of ik heb helemaal geen auto, of ik eet helemaal nooit vlees en zo. We proberen het allemaal nog best wel een beetje voor onszelf te redden, toch? Maar iemand die kinderloos is, die mag dan wel meer gaan vliegen? Terwijl nou, ik heb drie vind kinderen. Ik wel. Ja, ik maar mag ik dan nog aan mijn kinderen niet in Amerika? Ik heb geen kinderen gemaakt, dus geen vuile luiers. Die kinderen gaan in auto's rijden en zo. Ja. Ik vind dat ik een bijdrage heb geleverd aan het klimaat door geen kinderen te krijgen. En bewust, hè? Ja, kijk, we hebben daar samen voor gekozen. Maar goed, dus kindloos, ik heb... ben je ook wel bewust kindloos. Ja. Om deze reden. Voor een betere wereld. Onder andere voor een betere wereld. Ja, maar stel dat iedereen dat nou doet. Wie gaat er als wij straks 90 of 95 zijn onze billen wassen? En met ons nou, dat gebeurt nu ook al niet. Nee, dat is ook waar. Buiten dat, maar is er een gebrek aan mensen nu dan? Nee, maar goed. Dat is ook natuurlijk die bevolkingspolitiek. Daar wordt bijna nooit over gepraat. En dat is, kijk, er zijn heel veel landen waar nu al de krimp is ingezet. Italië, Duitsland. Nou ja, goed. Japan. Nederland. Want ook hier draait het bevolkingscijfer. Ja.